guys, welkom terug bij een nieuwe video. Als je mij nog niet kent, ik ben Paula of Coco, hoe je me ook wil noemen. En welkom bij de Coco Fam. Ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie waarbij ik mijn make-up collectie ga laten zien. Ik wil alleen even zeggen, mijn lampen staan een beetje fokt op. En ik ben de hele dag aan het filmen in de warmte. Dus als ik er een beetje moe uitzie, you're right. Mijn mascara zit helemaal onder mijn ogen. En whatever. Ik heb het geaccepteerd. Nu alleen jij nog. Ik wil weer lekker even een disclaimer gaan geven voordat ik ga beginnen met deze video. Ik heb echt heel lang nagedacht of ik deze video wilde filmen. Het is me heel vaak gevraagd en ik heb ook heel vaak gereageerd met nee, ik ga deze video niet doen. Puur omdat ik me er gewoon niet goed bij voelde. Ik had gewoon echt het gevoel van het voelt opschepperig. Ik wil mensen niet het idee geven dat het normaal is. Maar ik doe het nu al 2,5 jaar. En ik denk dat we nu al een beetje doorhebben dat het er gewoon een beetje bij hoort. En dat ik het niet opschepperig bedoel. Heel veel mensen zijn er gewoon benieuwd naar hoe ik dingen organiseer. Wat iemand met die dit doet allemaal in huis heeft, denk ik. En ik bedoel het totaal niet opschepperig. En daarbij wil ik dus ook zeggen, het is niet normaal om zo'n collectie te hebben. Het is echt een luxe. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik koop ook nog steeds heel veel. Het is niet alleen maar gekregen. Maar het is mijn passie. En daarom is dit de collectie die ik heb. Trouwens, voor alle kastjes, al de meubels, alle make-up meubels. Ik heb een kamer makeover gedaan. En daarbij bespreek ik alle meubels die ik in mijn kamer heb staan. Dus wil je dat zien, check dat dan even. Ik heb het bovenaan even gelinkt en dan kan je dat zien. Maar dat zal ik dus niet in de video bespreken. Het gaat dus echt alleen maar over de make-up collectie. En dat gezegd hebben, ga ik nu mijn collectie met jullie doornemen. Dus wil jij zien hoe ik alles heb bewaard, wat ik allemaal heb. En ja, blijf dan vooral kijken. Dus we gaan beginnen. Al deze lades zitten vol met make-up. Ik heb jullie mijn roomtour laten zien. En daar hebben we even deze lades. Deze zitten vol met make-up, maar dat is meer voor klanten en dingen die ik nog moet opruimen. Dat is niet echt interessant. En hier zit het vol met, camera spul, zonnebrillen, eigenlijk niks bijzonders, documenten, dus eigenlijk helemaal niks bijzonders, huidverzorging en haarproducten. En vandaag gaan wij ons focussen op de make-up, dus dat gaan we vandaag doen. En laten we beginnen. Oké, we gaan beginnen met de allereerste lade. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier nog een beter systeem voor moet bedenken. Maar ik heb nog genoeg ruimte en nog genoeg tijd om dit uit te zoeken. Dit is in ieder geval mijn highlighter, mijn poeders en mijn blushes en bronzers la. Even kijken, hier heb ik al mijn losse... waarom gebeurt dit altijd als ik aan het filmen ben? Alle losse highlighters. Ik heb hier bijvoorbeeld, in het hele begin heb ik al mijn MAC. Hier heb ik een Soft & Gentle. Hier heb ik een Beaming Blush. Hier heb ik een Oh Darling. Hier heb ik trouwens ook nog Colourpop. Heb ik hier bijvoorbeeld. Dan heb ik random merken. Hier heb ik een Mary Lou. Maar die heb ik eigenlijk een beetje voor verzameling. Want ik vind hem een beetje te licht voor mij. En ik vind hem niet een van de beste. Het is wel een van de eerste die ik had geprobeerd. Dus daarom bewaar ik hem. Alle MUA's. Deze eerlijk gezegd bewaar ik voor mijn nichtje. Mijn nichtje vindt het heel leuk om hiermee te spelen. Dus deze heb ik eigenlijk voor haar bewaard. Zoals je kunt zien, ik weet niet of je het kunt zien, zijn helemaal gesloopt. Maar zij mag hiermee spelen. Ik heb hier mijn Kiko. Mijn Kiko highlighter. Ik heb hier nog een backup van. De bekende, moet je kijken. Ik heb zoveel gebruikt. De bekende oogschaduw die iedereen gebruikt als highlighter. Ik heb hier Jouer Skinny Dip. Even kijken. Jouer Skinny Dip. Een van mijn lievelings. Hier heb ik de highlighters van Dose of Colors en Katie en Desi Perkins. Ook hele mooie. Hier heb ik NARS. Ook een hele mooie. Man Ray. Prachtig. Vaker benoemd in mijn video's ook. Hier heb ik Anastasia Beverly Hills. Die kennen we allemaal natuurlijk. We hebben hier Wet n Wild. NYX Professional Makeup. Hier hebben we twee verschillende sticks. Die heb ik maar even achterin zo gestopt. Dan heb ik hier twee
Morphe highlighters die ik al heb geprobeerd. Ik heb er nog veel meer, maar ik moet ze nog proberen. Hier heb ik andere Meraki Cosmetics. En hier heb ik eentje van Becca. Die moet ik nog een beetje een plek geven. Hier heb ik palettes. Die kan ik natuurlijk niet kwijt in deze container. En dan heb ik sticks en nog andere die niet in de containers passen. Alleen deze container heb ik gekocht voor $150 ooit. Of $100. Echt waar, het was zo duur. Toen de tijd kon ik het helemaal nergens vinden. Nu kan je deze bakjes volgens mij overal krijgen op Wish en op AliExpress. Maar ja, ik heb het van een of andere site. Ik zal het beneden wel even linken waar ik het van heb. Deze bakjes heb ik gewoon echt van de Blokker. Dat zijn echt, je moet even bij de keukenafdeling, moet je even kijken. Daar heb ik ze vandaan in ieder geval. Dan ga ik even buggen. Oké, dan heb ik hier mijn loose powders. Je ziet hier allemaal Laura Mercier. Hier zit niet overal Laura Mercier in. In eentje zit maar Laura Mercier. En dat komt omdat ik zeg maar mixjes heb gemaakt van andere loose powders. Om voor de kleur of voor de structuur van de poeder. Om verschillende redenen. Dan heb ik hier mijn Patrick. Wat is dit? Mijn, wat is dit? Oh ja, dit is mijn Patrick Star & MAC Cosmetics poeder. Die heb ik maar één keer gebruikt. Moet ik eigenlijk vaker gebruiken. Mijn Beauty Bakery Flower Powder, Setting Powder. Mijn Sasha Buttercup. Mijn Maybelline Fit Me. Dit is trouwens een bronzer, maar volgens mij heb ik hem hier gedaan omdat hij niet past. Er is ook nog een bronzer. Wat is dit? Dit is een blush. Oeh, dat moet ik allemaal even... Van Morphe. Dat moet ik even allemaal gaan organiseren weer. Want het blijft groeien. En ik heb nu gewoon hier geen plek meer voor. Dus ik moet eigenlijk nog eentje ernaast gaan kopen. En dan wil ik eigenlijk een aparte voor bronzer. En een aparte voor blush. Maar dat is voor de andere keer. Hier heb ik al mijn blushes. Hier heb ik al mijn, als ik ze eruit krijg, MAC blushes. MAC blushes heb ik in het begin. Dan heb ik hier eentje van de Primark. Heb ik hier H&M, eentje heb ik Hema, maar heb ik nog eentje blush van de MAC, maar die dient eigenlijk als contourpoeder. Hier heb ik nog een blush van Kiko, nog meer Kiko en NYX. Hier heb ik NARS, dit is de Orgasm blush, ook super mooi. Heb ik Sigma en hier heb ik volgens mij nog meer bronzers, maar dit gewoon niet paste. Zie je, ik moet gewoon twee verschillende containers gaan maken. Hier heb ik, oh dit is, mijn, dit is niet goed, dit zijn allemaal mijn MAC bronzers. Ik heb hier bijvoorbeeld een poeder, is gewoon gezichtspoeder. Is niet echt een bronzer, maar meer voor als ik donker ben. Die moet dan eigenlijk hier, ja zie je, die past niet. Oké, in ieder geval daar. Hier is een Dark Deepest, heel mooi. Dit is de Benaya Bronze, ook een hele mooie. Dan hebben we Refined Golden, een van mijn favorieten. Een andere grote favoriet is van Makeup Forever, de Pro Bronze Fusion. Super mooi. Ik zeg altijd het gewoon, eigenlijk het is geen bronzer, het is geen poeder, het is gewoon echt pigmentatie wat je op je gezicht krijgt. Zo mooi deze. Dan heb ik mijn twee Too Faced, twee kleuren van het Too Faced poeder. Dan heb ik hier NYX Professional Makeup, bronzers van Benefit. Ik heb twee verschillende kleuren, de Hoola Light en de normale Hoola. Jullie zullen het kunnen zien. Dan hebben we NARS Laguna bronzer. Die kan je echt prachtige bronzer. Ook een must have. Dan hebben we nog meer blushes. Ja, die moet ik weer eigenlijk ook weer opnieuw gaan indelen. Dan hebben we Anastasia Beverly Hills. Mijn lievelingsbronzer van het moment. Dan heb ik hier Sleek. Heb ik nog achter nog een beetje Hema. En dan heb ik hier contour en highlight palettes. Alles wat eigenlijk in deze lade hoort, maar niet hierin past, heb ik hierin bewaard. Dus dit is de bronzer en highlighter en blush lade eigenlijk. Dus dit was de eerste la. En ik zit op mijn knieën, jazeker. Dan hebben we hier mijn kwasten. En brushes. Ik weet niet of jullie mij langer volgen. Maar als je me langer volgt weet je dat ik al deze borstels, deze kwasten had ik in glazen bakjes. Ik ben nu een beetje voor de minimale stijl gegaan. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk in het zicht hebben. Dus daarom heb ik ze hierin gestopt. Dit zijn bakjes van de IKEA. Ik zal nogmaals alles onderaan linken. Maar deze bakjes komen allemaal van de IKEA om zelf in te delen. Super chill. Ze zijn aangepast volgens mij op deze lades. Dus het past precies. Dus heel fijn. Ja, dit zijn, oh ja, ik kan deze trouwens wel eruit halen. Dit zijn gewoon dit soort bakjes.
En ze heten, kan ik het zien? Nee, het zit aan de binnenkant. Zijn in ieder geval van Ikea. Hier heb ik mijn grootste kwasten in zitten. Gezichtskwasten. En alle oogkwasten heb ik eigenlijk hier ingestopt. En ja, ik moet eerlijk zeggen, in het begin was het best wel wennen. Maar ik heb mijn systeem ervoor gevonden en het werkt heel erg fijn. Ik heb niks in het zicht. Al moet ik wel zeggen, als je ze zo gesloten bewaart en je laat ze drogen, laat ze in open lucht drogen en pas wegstoppen zodra je zeker weet dat ze droog zijn. Want anders kun je schimmels krijgen in jouw kastjes en in jouw kwasten. Dus dat is wat ik hierin heb zitten. Dus daar zie je allemaal lesjes. Het is ja, dubbele bodem. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er zitten allemaal lesjes in. Het is niet de meest praktische manier, omdat ze een klein beetje achterin zijn gestopt. Maar nogmaals, ik heb deze lade dus allemaal net nieuw. Ik moet een klein beetje gaan kijken hoe ik dit het beste kan indelen. Hier heb ik een laag, een lege bak. En dat heb ik eigenlijk voor... Ik zie het wel wat hier komt. Bak is het eigenlijk. Ik heb hier nog een beetje lesjes die daar niet in passen. En ik zie het allemaal nog wel. Ik heb bewust zulke grote lades genomen. Zodat ik nog kan groeien in mijn make-up collectie. Dus dat komt helemaal goed. Vervolgens gaan wij naar dit hoekje. En dit hoekje zijn eigenlijk allemaal backup producten. Oh ja, trouwens. Ik heb, wat voor lesjes heb ik? Trouwens, heel erg voor mij. Sorry, ik moet even wennen aan deze soort video's. Ik doe het natuurlijk nooit. Dit zijn allemaal Morphe lesjes. Ik heb daar Sabrine Cat. Ik heb daar Anitude. Ik heb daar Lily lesjes, Huda lesjes. En ik heb daaronder alle witte die je ziet zijn eyelash. Dat zijn de lesjes die ik heb. De meeste kwasten die ik heb zijn Morphe, Sigma. Die eigenlijk jullie altijd in mijn video's voorbij zien komen. En dan hebben we hier mijn backup hoekje. Dit zijn allemaal backup producten waarvan ik dubbel heb gekregen of gekocht. Omdat ik weet van als dit op is wil ik gewoon niet wachten en gewoon mijn backup hebben. Ik heb hier mijn bijkuiltje Ice Night & Day serum. Ik heb hier allemaal setting sprays van NYX Professional Makeup. Ik heb hier mijn NYX Professional Makeup Do Me Up Primer. Ik heb deze gekocht. Deze is de MAC, kijk, een Strip Down Lip Liner. Want ik hou zo erg van deze lip liner. NYX Born to Glow. Hoola van Benefit. Ik heb allemaal Benefit, Benefit producten hier achterin liggen. Ik heb primers. Ik heb foundations. Ik heb concealers. Ik heb glitter primers. Ik heb... lipsticks en ik heb, zoals ik al zei, heb ik een backup van de Kiko oogschaduw. Ik heb hier eigenlijk lijm, eigenlijk alles waar ik een backup van wil hebben ligt hierin, zodat ik weet I'm safe, ik hoef me geen zorgen te maken dat ik straks niks meer heb. En daar is deze lade eigenlijk voor. Dus ja, dat was het voor deze lade. Oep. Dan hebben we mijn onderste lade en deze lade is alle producten die ik nieuw heb ontvangen, dus nog moet uitproberen en nog moet gebruiken, nog moet reviewen. Of dat ik denk, let er even op, ik moet het nog vaker uittesten, dus hou die even in deze lade. Meestal als ik een make-up look ga doen, ga ik hierin kijken van oké, wat moet ik sowieso gebruiken vandaag, wat wil ik sowieso gaan gebruiken vandaag. Dus op die manier ga ik eigenlijk te werk met deze lade. Ik heb hier al mijn foundations. Al mijn foundations liggen hier. Hier liggen eigenlijk alle highlighters, alle blushes. Deze zijn allemaal blushes van Morphe. Ik heb er zoveel van gekregen. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om ze allemaal uit te testen in één keer natuurlijk. Ik heb daarachter nog wat palettes. Ik heb hier poeders, ik heb bronzers. Ik heb dus de foundations daar. Daar in dat bakje liggen allemaal, de bakjes zijn ook weer van de blokker. Daar liggen allemaal losse oogschaduws in of eyeliners. En helemaal aan de linkerkant liggen de oogschaduws en de eyeliners. Ik ga heel even inzoomen en dan kunnen jullie even wat beter zien. Dus dit zijn bijvoorbeeld Urban Decay, heb ik net in mijn vorige video's met jullie besproken. Urban Decay palettes, ik heb daar NYX, ik heb daar liners. Hier heb ik allemaal eyeliners. Eigenlijk alles wat ik nog moet proberen of vaker wil testen. Dus daar is deze lade voor. En soms als dingen te lang liggen dat ik denk van nou dit ga ik toch niet proberen. Is het ook wel eens de la waar ik mensen in laat snoepen. Vriendinnen of familie dat ze even kunnen kijken van oké, is er iets wat je wil hebben. Of meestal doen ze dat dus bij deze, bij de backup la. Mogen ze wat dingen meenemen. Want ja, laten we eerlijk zijn, ik heb gewoon belachelijk veel. En ik ben meer dan blij om het te delen. Dus dat is eigenlijk wat ik met deze la doe. En het is het meest ongeorganiseerde in de la die mij het meest irriteert. Maar goed, het is niet anders.
Dus ja, we gaan verder naar de volgende la. Oké, guys, dan komen we weer bij de andere kant, andere rij, helemaal bovenste la. Hier zitten de producten in die ik het meest gebruik en die ik altijd bij de hand wil hebben. Als je links kijkt, hebben jullie ook in mijn hebben jullie ook in mijn roomtour gezien. Mijn make-up tafel zit aan die kant, dus ik werk aan die kant. Dus ik wil eigenlijk links gelijk eigenlijk bijna alles hebben wat ik het meest gebruik. Dit is redelijk georganiseerd voor mij. Ik weet niet of ik een beter systeem zou kunnen hebben hiervoor. Maar goed, this is it. Dit is wat ik op het moment heb. En ga ik ook weer even met jullie doornemen. Allereerst begin ik even hier. Dit zijn allemaal handdoekjes. En ik koop altijd van die kleine handdoekjes bij de Primark. Zodat ik mijn kwasten kan schoonmaken. Ik gebruik altijd een MAC Brush Cleanser. En tussendoor gebruik ik altijd even een handdoek. Ik spuit het spul even erop en dan ga ik even er langs met mijn kwast, zodat die schoon is. Is tevens een tijdelijke oplossing, want ik raad aan om één keer per week je kwast echt te wassen. En dan heb ik het echt over water en zeep of speciale kwastenzeep. Maar goed, daar zijn die handdoekjes voor. Heel veel mensen zijn altijd verbaasd en ik ben altijd verbaasd dat hun niet weten wat je daarmee kan. Dus misschien hebben jullie wat aan die tip. Hier heb ik alle pincetten. Applicators voor lashes, schaartje, wenkbrauwschaar, wimperkruller, dat soort dingen heb ik eigenlijk hier. Puntenslijper voor je liners en weet ik veel wat allemaal, dat eigenlijk. Hier, deze, dit zijn eigenlijk dingen waar ik eigenlijk best wel niet gebruik, maar eigenlijk, ik weet niet waarom, ik doe ze gewoon niet weg. Het zijn gewoon de primers die ik het minst gebruik. En die zijn hier. Ik moet gewoon, I need to let go. Dit zijn al mijn brow producten. Wat heb ik hier? Nou ja, mijn Precisely My Brow Pencil, High Brow, Cabrow, allemaal van Benefit. Hier heb ik Give Me Brow, dat is de brow gel. Dan heb ik hier wenkbrauw poeders en Anastasia Beverly Hills. De brow pomade. Dus ik heb hier eigenlijk al mijn wenkbrauwproducten in één potje. En al die glazen potjes heb ik trouwens van de, moet ik het goed zeggen, van de Action. Maar de Action kan je ze kopen. Het zijn eigenlijk kleine vaasjes. Maar ik gebruik ze al heel lang als make-up storage. Vervolgens hebben we hier alle oogschaduw basis, primers, lijm. Dus hier hebben we de P. Louise. Base, hier hebben we de Multitasker Mix & Medium van NYX, een van mijn favoriete producten. Proof It, wenkbrauw, oogschaduwbasis. Hier hebben we de Glitter Primer, mijn favoriet van NYX Professional Makeup. Nog een kleur van de P. Louise. Hier hebben we de Paint Pot van MAC en die heb ik al zo lang niet aangeraakt, maar dat komt echt door mijn nieuwe manier van oogschaduw opdoen. En dat doe ik nu met deze of met die Tarte Shape Tape. En dan heb ik hier wimperlijm en dan heb ik een pigment primer van NYX Professional Makeup. Dus dit zijn eigenlijk, volgens mij zag ik dan een haar. Oh, hell no. Oké, ik heb nu even geen tijd om het eruit te halen. I will get you later. Alle oogschaduwbasis die ik eigenlijk het meest gebruik. Dan hebben we hier alle mascara's. Dan hebben we een Too Faced Better Than Sex. Hebben we een Kruidvat Essence. Deze is trouwens ook voor wenkbrauwen, maar die past hier prima. Bravo Conditioner Primer. Ook van Benefit. Iconic London. Die vond ik trouwens echt heel slecht. Die moet ik eigenlijk wegdoen. Maar is niet echt hygiënisch, maar weggooien vind ik ook zonde. Urban Decay Troublemaker mascara. Ook een hele fijne. Paradise Ecstatic van L'Oréal Paris. NYX Professional Makeup Worth. The Hype. They Are Real, ook weer van Benefit. Een Essence Brow Gel. En een Mini Troublemaker. Dus dat zijn een beetje de mascara's die ik hier heb liggen. Here you go. Dan komen we hier aan bij deze. Moet ook hier, dat is ook wenkbrauw. Dit zijn allemaal liquid eyeliners of eye pencils. Alles wat met je ogen te maken heeft, zijn hier. Dan heb ik heel veel NYX Professional Makeup Jumbo Pencils. Die dienen echt heel erg fijn. Voor mij als oogschaduwbasis. Dus hier heb ik echt heel veel kleuren van. Hier nog eentje, nog in de verpakking zelf. Dan heb ik hier liquid liners in verschillende kleuren. Van verschillende merken. Ik heb hier blauw. Even kijken. Wat is dit? Ook een eyeliner van Benefit. Eyeliner van NYX Professional Makeup in een kleurtje. En mijn nude eyeliner die ik eigenlijk gebruik ik deze het meest.
Ja, ik heb deze gewoon in mijn lichaam, wat ik gewoon vaak looks doe. En ik gebruik ze daar heel vaak bij. Dus daarom heb ik ze ook hier liggen. Hier heb ik mijn beauty blenders. Ik heb er nog wat meer, maar die zijn allemaal vies. Die moet ik nog gaan wassen. Dus liggen hier nu even niet. Dan heb ik alle concealers. En concealers. Even kijken, hier moet ik even voor gaan staan. Oké, dit zijn mijn concealers. Ik heb hier Tarte Shape Tape. Heb ik drie verschillende kleuren van. Deze is eigenlijk al op, maar ik weiger gewoon om hem weg te doen. I don't know, ik moet gewoon een nieuwe kleur bestellen. Soms laat ik dingen liggen als ze op zijn, zodat ik weet van, oh ja, je moet een nieuwe bestellen. Rare logica, I know. Maar daarom heb ik hem dan liggen. Dan hebben we Urban Decay All Nighter concealers. De Make-up Revolution concealers. Ik heb letterlijk zoveel kleuren gekocht omdat ze cheap waren. En ik kon maar niet de goede kleur vinden om een review voor jullie te doen. Fun fact, ik heb een review gedaan en uiteindelijk heb ik die nooit online gezet. Omdat het gewoon, ik weet niet, die video was volgens mij van slechte kwaliteit of zo. Dus ik heb hem uiteindelijk nooit online gezet. Dus misschien moet ik hier nog een keer een review van doen. Wat hebben we hier nog meer? Ik heb hier Laura Mercier B. Dat is echt een nieuwe lievelings concealer van mij. En meestal kopen concealers in twee kleuren. Dat is zeg maar als ik mijn normale kleur heb. En dit is mijn zelfbruiner of zonnebankkleur. Dus daarom heb ik vaak ook verschillende kleuren. Dit is mijn NARS concealer. Hetzelfde verhaal als ik een beetje lichter ben of donkerder. NARS Radiant Creamy Concealer. Deze is ook op trouwens. De custard kleur. Maar die moet ik ook nog weer binnenhalen. En dan, zie je? Het is op. Dan heb ik hier, where are you? Was dat het van deze? Ja. De NYX Professional Makeup HD Studio Concealer. Ook hele fijne concealers. Ook in verschillende kleuren. Dan heb ik hier een Tarte Maracuja Creaseless Concealer. Die moet ik eigenlijk vaker proberen. Ik heb hem volgens mij maar één keer geprobeerd en ik vond het niet heel fijn. Ik heb hem toen gekregen. Dus dat moet ik even weer gaan checken. Dan heb ik mijn Morphe Concealers B. Ik hou echt van deze concealers. Ze zijn zo fijn en ik snap echt niet waarom hier zo weinig over wordt gepraat. Maar goed. Dan hebben we een Kiko en Laura LA Girl Pro Concealer. Dan hebben we een Colourpop Concealer. Die moet ik ook vaker gaan gebruiken eigenlijk. Want ik heb hem ook maar één keer de kans gegeven. En dat is niet helemaal goed gegaan volgens mij. MAC Prep and Prime. LA Concealer. Waarom heb ik die hier nog liggen, die LA Girl? Godverdamme, ik vind het echt helemaal geen fijne concealer. Kiko, MAC en Bobbi Brown Corrector. MAC Corrector en een NYX Professional Makeup Corrector. Dus dat is een beetje de concealers die ik hier heb liggen. En mijn OCD wil ze allemaal rechtop hebben. Dus ik stop ze altijd zo terug erin. Dat zijn de concealers. Die heb ik allemaal hier liggen. Ik gebruik eigenlijk geen stick concealers. Dus alle concealers die ik heb, die liggen ook echt oprecht hier zo. Oeh. Zo. Dan komen we aan bij setting sprays. Foundations en primers. We hebben hier foundations. Ik heb hier Iconic London Foundation Sticks. Ik heb drie kleuren. Ik heb hier een Fit Me Concealer van Maybelline. Ik heb NYX Professional Makeup. Stay Matte But Not Flat. Ik heb een Makeup Forever HD Stick. Die vind ik trouwens heel mooi, maar alleen op foto's. In het echt ben ik echt een oliebol. De Makeup Revolution Stick. Ik wil hier niet eens over praten. Jullie hebben als het goed is de review gezien. Oh, hell no. Die moet ik eigenlijk ook weg gaan geven of iets. Een MAC Studio Fix Plus. En Charlotte Tilbury, ook een van de grootste teleurstellingen uit mijn leven. Charlotte Tilbury Flawless Filter. Als je deze gaat kopen, is niet echt de moeite waard. Doe gewoon even een liquid concealer of liquid highlighter onder je ogen. En dan, gezicht of foundation. En dan is het goed. Alsjeblieft, verspil je geld er niet aan. Dan hebben we MAC. Nee, sorry. Dan hebben we Urban. Nee, Double Wear Concealer van Estée Lauder. En verschillende kleuren. Dan hebben we hier een Fenty. En ik gebruik die eerlijk gezegd niet heel veel, want ik vind het best wel lastig om mee te werken. Het droogt veel te snel. Alleen op hele vette dagen gebruik ik deze eigenlijk, op hele warme dagen. NARS. I love this concealer. Natural Radiant. De Jouer Foundation. Eigenlijk nooit meer gebruikt. Eén keer voor een review en hij was eigenlijk veel te mat, maar oké. Wet n Wild heb ik in twee verschillende kleuren. Ook weer in verband met mijn zomer en met mijn winterkleur, om het even zo te noemen.
Dan hebben we NARS, hetzelfde verhaal, winter en zomerkleur. Dan hebben we de Natural Radiant, nee, All Day Luminous Weightless Foundation. En dan hebben we daar een verschrikking waar we niet over praten. De Huda Foundation, die ik eigenlijk ook niet gebruik. Die kan ik maar eigenlijk makkelijk ook weg gaan doen. Het is weer tijd volgens mij voor een decluttering van mijn collectie. Want ik merk dat ik toch heel veel er gewoon niet meer aan ga raken, omdat het gewoon shit is. In ieder geval komen we aan bij de setting sprays. Natuurlijk de NYX Dewy en Matte. Dan hebben we, even kijken, alle Fix Plus mogelijk onder de zon. Dus dan hebben we deze Fix Plus allemaal. De normale, de Gold Light, de Matte en de Charge Water. Dat is geen Fix Plus, maar ik noem hem even erbij. Dan hebben we de Gerard Slay All Day Setting Spray. Hangover van Too Faced. Urban Decay. En ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat hier ligt. Qua primers hebben we hier natuurlijk de By Kelsha. Kan niet missen bij mij. Ik heb altijd een flesje hiervan. Dan hebben we de Professional van Benefit. Hebben we een Hangover van Too Faced. Ruikt heerlijk, maar doet helaas niet heel veel voor mijn gezicht, moet ik eerlijk zeggen. Mijn favoriet, de Becca Ever Matte Priming. Poreless Priming Perfector. En de D-Slick van Urban Decay. De Honey Dew Me Up. Tatcha Gold Oil. En NYX Total Control. Dus ik heb hier redelijk veel liggen. En ja, de producten die ik eigenlijk het meest gebruik liggen hier. Dus dat was Dila, jongens. Oeh, dat was een hele werk. Jezus. Op naar de volgende. Oké, dan hebben we hier mijn lipstick lade. Dit is ja, eigenlijk al mijn lipsticks. Deze organisator, hoe noem je dat? Organizer, heb ik van IKEA en het heet Hufta. Het is best wel makkelijk in elkaar te zetten. Je moet gewoon heel veel van die pakketjes kopen. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd hoeveel pakketjes dit bij elkaar zijn. Het zijn er heel veel, kan ik je vertellen. Maar het is wel heel erg makkelijk om in elkaar te zetten. Deze zijn eigenlijk twee aparte die ik in mijn Alex-lades had liggen. Oude Alex-lades. En ik heb ze eigenlijk zo in elkaar geklikt om in deze te passen. Ik met mijn OCD wil eigenlijk een hele nieuwe maken, zodat alles netjes in één rij loopt. Maar is niet erg noodzakelijk of zo. Het is gewoon een dingetje die ik wil doen. Er zijn twee kanten. Deze kant zijn lipsticks die ik allemaal gebruik. En dit zijn lipsticks die ik allemaal nog moet gebruiken. Of die nog moet gebruiken of moet testen. Of dat ik denk, nee, die wil ik vaker uitproberen. Die liggen eigenlijk allemaal hier. Hetzelfde geldt voor deze liquid lip. Nee, voor deze allemaal zijn allemaal lipsticks. Of waarvan ik de verpakking gewoon niet weg wil gooien. Sommige heb ik al gebruikt, maar die passen dan weer niet daar. En dit zijn allemaal lipliners. Ga ik even met jullie door. Dit zijn mijn Kim Kardashian Beauty, Kim Kardashian West Beauty, mijn Coco Collection van Kylie Cosmetics met haar zus. Dan hebben we hier, heb ik gekregen van Sabrin als cadeautje toen, Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick Set. Hele mooie set met hele mooie kleurtjes. Hier heb ik al mijn MAC lipsticks. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ja, dit uitzicht is denk ik beter. Dit zijn allemaal mijn MAC lipsticks. En mijn lip glosses aan deze kant. Dus dit zijn allemaal lipsticks, die bullets. En dit zijn die lip glosses. Deze hele rij is Colourpop. En dit is ook allemaal Colourpop. Dus die eigenlijk allemaal. Dit is allemaal Anastasia Beverly Hills. En dit zijn allemaal verschillende merken. En dit is ook Colourpop. Die hoort eigenlijk hier. dit is allemaal NYX Professional Makeup Lip Lingerie. En dit zijn allemaal soft matte lip creams of glosses. Ook allemaal van NYX Professional Makeup. Dit zijn allemaal liquid metallics. Allemaal van liquid suede metallics moet ik zeggen. Allemaal van NYX Professional Makeup. Dit zijn allemaal die clicky, super clicky lippies. Ook allemaal van NYX Professional Makeup. Dit zijn allemaal Makeup Geek. Lipsticks, geloof ik. Ja, Makeup Geek lipsticks. En hierachter liggen allemaal verschillende merken. Gerard Cosmetics, Morphe, dat soort dingen liggen er allemaal. Tarte, Kiko. En het zit allemaal eigenlijk een beetje onbekende merken. Een beetje wat ik het minst gebruik, wat ik het vaakst gebruik, ligt voorin. En wat ik het iets minder gebruik, ligt achterin. Dus dat zijn eigenlijk alle lippies die ik gebruik.
En dan hebben we hier wat ik nog moet gebruiken. Dit zijn allemaal Pixie. Dit is allemaal NYX Professional Makeup. Eigenlijk alles hier allemaal. Sommige van deze heb ik al gebruikt. Maar moet ik deze rij bijvoorbeeld heb ik allemaal gebruikt. Maar ik moet het nog een beetje een nieuwe indeling maken. NYX lipsticks en glosses. Urban Decay. Morphe heb ik net allemaal gekregen. Bijvoorbeeld heb ik ook al een paar van gebruikt. Maar ik moet gewoon nieuwe ruimte maken. Dus die hoor ik eigenlijk aan die kant. Dan hebben we Anastasia Beverly Hills Colourpop. Dit is Bourjois. Dat heb ik gekregen van Kim toen. En dit zijn Tarte en Smashbox. Ja. Hier heb ik Huda, Dose of Colors, weer Urban Decay, Lawless, NARS, Yves Saint Laurent. En dat eigenlijk, dit is eigenlijk mijn hele liplade. Oh ja, sorry, die heb ik trouwens niet benoemd. Dit zijn mijn Kylie lippies. Ja, dat zijn mijn Kylie lippies. En dat is eigenlijk de lade. Dit is de lade, als ik deze open doe, beginnen mensen me aan te kijken van Paula, je bent niet goed. Maar het is mijn passie en ik weiger ook echt serieus. Ik heb laatst een hele zak weggedaan, moet je nagaan. Dus nee, hier blijven we allemaal vanaf. Oké, dan komen we aan bij de allerlaatste lade. Ik had deze helemaal gefilmd en toen werd mijn camera op een of andere manier uitgezet. I don't know why. Hij heeft niet alles gefilmd. Dus dat gaan we even opnieuw doen. Hier heb ik al mijn Morphe palettes liggen. Achterin heb ik bijvoorbeeld nog, even zo, als ik ze zo even oppak, heb ik hier ook nog de Jaclyn Hill liggen. En de 24G Grand Glam. Ik heb eigenlijk bijna elke Morphe palette, volgens mij van die grote. Ik heb ze zo neergelegd, omdat ik er gek van werd bij mijn andere lades, dat ik de sticker niet kon zien welke palette ik eigenlijk ging pakken, aangezien de bovenkant eigenlijk bij allemaal hetzelfde is. Dus dat heb ik op die manier gedaan. Mijn favorieten liggen vooraan en eigenlijk de minst degene die ik het minst gebruik liggen achteraan. Heb ik hier nog meer Morphe palettes, heb ik hier contour palettes en blush palettes. Dit is bijvoorbeeld mijn favoriet, de Morphe Babe 8W palette. Achterin heb ik nog een highlighter palette van Sigma liggen. Hier heb ik al mijn losse oogschaduws. Ik heb bijvoorbeeld een aantal Colourpop oogschaduws. Ik heb Dose of Colors. Ik heb losse Morphe. Ik heb eyeliners. Allemaal verschillende kleuren ook. Ik heb allemaal losse NYX glitters. En ik heb hier bijvoorbeeld allemaal losse liners van glitterliners van Urban Decay. Dus eigenlijk alles wat extra is voor je ogen. Extra AF doos. liggen allemaal hier. Ik heb bijvoorbeeld nog Tarte. Van die chockerende shimmer heb ik daar liggen. En dat is eigenlijk dat kleine doosje hier. Dan heb ik hier nog een NYX Sweet Cheeks palette. En nog een Strobe Genius van NYX Professional Makeup ook. En dan komen we hier aan bij alle palettes die eigenlijk niet passen zoals die andere. Kijk, die andere is allemaal perfect op elkaar aangesloten. Alleen deze niet zozeer. Hier heb ik allemaal grote palettes die eigenlijk er niet echt voor inpassen. Suva Beauty. Hebben we Urban Decay. Allemaal verschillende kleurtjes. Deze is ook van Urban Decay. Kijk. Lukt het niet? Nee. Ja. Met allemaal verschillende kleurtjes. Deze is ook van Urban Decay. Dit was een van mijn eerste palettes die ik had aangeschaft. En ik was hier echt zo verliefd op. En nog steeds de Holy Grail palette van Violet Vos. De Nubian 2 palette van Juvia's Place. Ook een hele mooie palette. Gebruik ik wel heel weinig, moet ik eerlijk zeggen. Hele mooie. Heb ik nog wat Urban, heb ik nog wat Makeup Geek oogschaduws die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Zou wel moeten zijn. Prachtige kleuren. En achterin nog een andere Urban Decay palette. Dan heb ik hier de Sweet Peach palette van Too Faced. Deze gebruik ik eigenlijk niet. Hij ruikt echt enorm lekker, maar ik gebruik hem niet. Het is gewoon eigenlijk niet zo'n hele goede kwaliteit, maar het is een heerlijke palette om aan te ruiken. En af en toe pak ik een paar shades ervan. De Naked Urban Decay Heat. Ik was helemaal geen fan van de Naked palettes, maar deze heeft mijn vertrouwen in de Naked palettes weer gewonnen. Dit is het Modern Renaissance van Anastasia Beverly Hills en de Soft Glam. Dan hebben we hier een Urban Decay Beach Eyeshadow palette. Heel mooi, heb ik vorige week laten zien en het is echt mijn nieuwe favoriete palette. Ik hou hiervan, wat een kleuren, fucking mooi. En dan hebben we hier twee verschillende Venus palettes van Lime Crime. Ik kan hier echt helemaal mee losgaan, echt hele
ja, unieke looks kan ik hier eigenlijk mee maken. En vooral met deze. Ik weet nog hoe gaaf deze is, joh. Dan hebben we Kylie, de Burgundy palette. Deze kennen we allemaal wel. Dan heb ik een palette liggen van Tarte. En hier nog een Urban Decay Troublemaker palette. Hier nog een palette van NYX Professional Makeup. En nog een palette van NARS. Woep. Dus dat was hem, jongens. Dit waren de lades. Dus dat was het, jongens. Dat was mijn make-up collectie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet dat heel veel van jullie deze echt al heel lang wilden zien. Dus ik hoop, ja, dat jullie het een leuke video vonden. En laat me in de comments weten als jij nog hele handige storage tips hebt. Want ik kan altijd goede tips gebruiken om alles te bewaren. Het blijft alleen maar groeien, mijn collectie. Godzijdank, ben ik super dankbaar voor. En tips zijn altijd welkom. Dus ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan vooral beneden op de knop. Abonneer, en dat is helemaal gratis. Druk op het belletje als je een notificatie wil krijgen van wanneer ik nieuwe video's upload. Dat is maandag, woensdag en zondag. Wil je je niet missen? Druk dan vooral op het knopje. Heb je dat al gedaan? Je weet zelf. I love you. En ik zie je graag bij de volgende video weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!